Martine is denk ik bij mij ook terechtgekomen omdat zij opgevangen had en gezien heeft aan Drift dat ik graag met kleine ploeg werk, dat ik graag die vrijheid heb en dat ik daarmee overweg kan. En dat ik niet moet terugvallen op een grote kip en dergelijke om iets te kunnen brengen. Martien komt ook een beetje uit zo'n achtergrond. Hè. Ze heeft veel experimentele filmen gemaakt waar ze zelf achter de camera staat, zelf monteert, eigenlijk het proces van A tot Z in eigen handen houdt en eigenlijk niet zo'n grote kip heeft. En ik denk dat dat daar vooral tot mij heeft gebracht, omdat zij wist dat ik, of te weten is gekomen dat ik graag zo werk. Die film is dan later wel geëvolueerd naar een grotere kip en wat niet altijd zo vooral makkelijk was, dat moet ik zeker zeggen, maar dat heeft gewerkt. Het is een groeiproces geweest voor haar. Dus ze heeft die experimentele film, ze heeft films gemaakt in het verleden met een grotere equipe. Dan heeft ze lang experimentele film gemaakt en nu terug deze met een klein beetje grotere equipe, maar nog niet de grote aantallen personen op set. Dat is met Sam Loewijk in de hoofdrol? Sandrine Blanke en Sam Loewijk is een beetje een gedeelde hoofdrol, zou ik zeggen. Sam speelt een Nederlandstalige, Sandrine is een Franstalige. Dus dat was voor mij ook wel een beetje een houvast van af en toe een keer plat Vlaams te kunnen spreken tussen twee teksten door. Sam is natuurlijk. Ik denk dat Sam moet zich concentreren voordat hij aan zijn rol of aan zijn take begint. Maar één keer dat hij erin zit, is hij wel zeer vlot en moet ik zeggen heel consistent en zeer geconcentreerd. Ja. Ja. Hij vult uw scherm, hè. Vanaf dat hij voor die lens passeert, zou ik maar zeggen, gaat hij als een magneet uw aandacht zagen. En daar moet als cameraman zeker rekening mee houden in een, ik zou maar zeggen, een two-shot. Oplet dat hij niet met, de grote moot gaat lopen. En dat is effectief zo met Sam en daar moeten we echt wel op letten, want hij heeft zijn postuur, het is een charismatische kop. En als je daar bijvoorbeeld een vrijere dame, jonge dame naast plaatst, dan moet je opletten dat hij die niet overschaduwt. En dat is als cameraman zeker opletten. Heb je nu een idee wat voor soort film jullie gemaakt hebben? Het is een humoristische film, het is komedie. Hè, die niet als komedie gefilmd is, dus het moet blijken uit de dialogen en de kleine nuances waar de pointes liggen. Maar het is zeker een komedie. En jijzelf, dat is nu de tweede langspeler? Ja. Is dat uw ambitie om meer te doen? Ik draai niet mee ik heb ooit nooit meegedraaid in het klassieke filmmilieutje. Ik ben niet naar de filmschool geweest om dan met mijn copains samen groot te worden in een soort van filmindustrie. Want uiteindelijk merk ik wel dat veel mensen die in de filmindustrie werken groot worden met de studenten waarmee ze gestudeerd hebben. Ik kom uit een heel andere achtergrond. Dus voor mij is dat niet mijn visie of richting die ik sinds mijn studententijd heb. Maar ik vind het zeer, zeer aangenaam om te doen. Zeker zo in die kleine ploegen en de documentaire stijl, als iets aan mij echt ligt. Waar ik echt gevoel heb dat ik met een camera echt een verhaal kan vertellen. Dat ik er iets echt toe kan, tot iets kan bijdragen, absoluut. En de grote equipefilm, ik ben niet de meest technische die tot op de Kelvin bij wijze van spreken gaat uitrekenen hoe het licht er moet technisch verwezenlijkt worden. Dat is niet zozeer mijn ding, dat geef ik ook grief toe. Maar ik vind veel mijn plaats tussen andere cameramensen met de vaardigheden die ik heb.